Toen ik in de lagere school zat, klonk het verhaal van Wereldoorlog 1 vrij simpel. Je had de Belg, de Fransman, de Engelsman, die vocht tegen de Duits en later is een Amerikaan ook nog gekomen. Ja, dat zijn er 5. Het was misschien toch net iets meer. Uit meer dan 120 verschillende landen zijn mensen naar hier gekomen om te vechten. Ook de Senegalezen waren hier aanwezig. Max Deauville schreef het volgende. 'S morgens komen in de vernielde straten Senegalezen voorbij. Ze dragen hun kameraden op de rug. Die arme duivels lopen op blote voeten. Aan het einde van hun magere benen hangen hun voeten gezwollen als kinderhoofden. Elke dag komen er hier wel 15 aan met bevroren voeten. Ze lijden heel erg. Dikke tranen biggelen langs hun fletse kaken. Op onze website vind je de namenlijst. Hier vind je de namen terug van alle dodelijke slachtoffers die naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog in België zijn gevallen. 600.000 namen uit meer dan 120 verschillende landen. In deze vitrine liggen voorwerpen van soldaten uit verschillende continenten. Daar zijn soms heel exotische voorwerpen bij. Een traditioneel hoofddeksel van een Franse chasseur met de naam Tchetcha. Of een waaiertje van een Russisch krijgsgevangene. Een Nepalees hakmes dat behoorde tot de traditionele wapenuitrusting van de Gurkhas, een Kukri. In honderdduizenden gezinnen bleef er dus voor altijd de stoel leeg aan de keukentafel. Symbolisch stuurde daarom meer dan 120 landen een stoel naar hier. Het is dus duidelijk dat die grote oorlog de hele wereld getroffen heeft.